We staan hier aan de stand van Schroeder, dierenarts, maar ook duivenproductenverkoper. Ludo, waarom staan jullie op een duivenbeurs? Wij staan op een duivenbeurs natuurlijk voor onze producten te promoten. Dat is de bedoeling, voor zoveel mogelijk natuurlijk te verkopen. Maar wij zijn ook een zaak wat al heel veel mensen geholpen hebben. En dat zien wij ook bij de Olympiade duiven. Dat zijn heel veel klanten van ons. Heel veel klanten van ons, dus dat is een goed teken. En wij hebben heel goede producten, daar zijn we zeker van. En wat voor producten verkopen jullie? Die producten wat we hier verkopen, dat zijn dus allemaal bijproducten. Dus geen antibioticum, dus dat mag natuurlijk ook niet op deze stand. Maar onze Tolimin Forte, dit is een van ons hoofdproduct. Dus dat is een product wat heel hoge geconcentreerde vitamines erin zitten. Daar zitten elektrolyten in. Dus dat is een product wat ook mag gegeven worden voor te recupereren. Dus de duiven wat terugkomen van een heel zware reis, die geven de mensen Tolimin Forte. Ondersteuning bij kuren, bij ziektes. Dus dit is ons hoofdproduct, Tolimin Forte. Dus mensen die op deze beurs geneesmiddelen willen hebben, die kunnen niet bij jullie terecht? Nee, geneesmiddelen mogen we hier niet verkopen. Deze mensen die komen naar onze praktijk of laten mesonderzoek doen. En daarop verkopen wij producten, dus op het mesonderzoek. Het is bij wet verboden voor zomaar in het wild producten te verkopen. Dat is ook niet goed, omdat daar heel veel resistentie is onder de vogels, onder de duiven. Moet dit toch wel heel gecoördineerd gebeuren. En dat gebeurt dus in onze zaken in Kerkrade. En naar welk product is de meeste vraag? Is het product wat de duiven juist mankeren, dus hebben ze trigo, dan vragen ze trigo groen. Hebben ze kopziekte, dan vragen ze bronchosprint of orniclam of... Maar nou, ik zeg je nog eens, dat gebeurt alleen maar als de dierenarts de duiven heeft onderzocht en hij vindt dat dit nodig is, dan krijgen ze dit product ook mee. En wat wordt er nu het meest verkocht? Tolimin Forte. Ondersteunend product? Ja, dat wordt nu het meeste verkocht, ja. En dan hebben we ook enkele producten voor de weerstand te verhogen en voor het water te ontsmetten. Dus onze Dostorregano vloeibaar 12%. Dus dat is een product wat we aanraden voor iedere dag in het voeder, in het water te doen. Om de weerstand zo hoog mogelijk te krijgen. Daar pH-controle bij om de pH-waarde onder de 4 te krijgen. En daar nog 2 dagen Tolimin Forte bij.